Waarom is Fairtrade nog niet de normaalste zaak van de wereld? Dat was de centrale vraag tijdens het symposium over Fairtrade en duurzaamheid op 21 januari in Houten. De Wereldwinkel in Houten bestaat het jaar 25 jaar. Om dit te vieren werd een jubileumevenement georganiseerd waar ruim 300 bezoekers uit het hele land op afkwamen. Rens de Jong, journalist en presentator van BNR en RTLZ, leidde de middag. En dames en heren, van harte welkom bij deze jubileumbijeenkomst van de Wereldwinkel Houten. Want ze bestaan 25 jaar, dames en heren. En dat, ja, absoluut. Ja, en al die mensen die dat 25 jaar al keihard hadden gewerkt en dat verdient een feestje. Tijdens het evenement gingen Fairtrade en duurzame ondernemers met elkaar en met de zaal in gesprek over het thema. Wat is er eigenlijk nodig om, laten we zeggen, eerlijke handel, Fairtrade, om dat de standaard te maken? Om ervoor te zorgen dat dat gewoon de normaalste zaak van de wereld is. Dus... Minister Ploemen van Handel en Ontwikkelingssamenwerking sprak de aanwezigen toe via een videoboodschap. Laten we even kijken naar een filmpje. Komt-ie. Steeds meer mensen willen fair trade en duurzame producten. En in steeds meer winkels heb je tegenwoordig ook de keuze. Maar u heeft gelijk, het zou eigenlijk de norm moeten worden. Nogmaals, het belangrijkste is natuurlijk ook dat consumenten gaan vragen. Dat ze in winkels zeggen, is dit product duurzaam gemaakt? Of ik wil alleen maar een duurzaam product. Als die vraag er komt van consumenten, moeten we aanmoedigen. Dan moeten bedrijven natuurlijk klaarstaan om dat ook te leveren. U bent een pionier. U hebt de mensen in Houten laten zien dat wat veraf op een fatsoenlijke manier gemaakt wordt, dichtbij tegen een redelijke prijs aangeschaft kan worden. Ik wil u feliciteren en ik wil u vooral aanmoedigen om op dezelfde weg door te gaan. Want die weg die leidt naar duurzame producten, naar een wereld waar eerlijke handel voorop staat en daar wordt iedereen beter van. Dank u wel. Kijk eens aan. De minister. Ja. Ja. Wauw. Ja. Dat is het. Dat is het. Ja, echt. Ja, wij zijn een bedrijf met een missie. Ja. En we zijn een bedrijf van weinig woorden. Dus wij hebben zoiets van, er is nog zoveel onrecht in de wereld. Wij hebben het hier zo goed met elkaar. En er zijn zoveel landen die het nog heel slecht hebben. Laten we gewoon eens wat terug doen, maar dan ook gewoon echt doen. We weten ook dat er heel veel scepticisme is van mensen. Dat heel veel mensen aan goede doelen geven en altijd maar vragen, ja, komt het wel goed terecht? Blijft het wel, komt het daar echt wel terecht waar het bedoeld is? Wij hebben zoiets, wij gaan dat ook echt doen. Ja. Kleding is na olie de meest vervuilende industrie in de wereld. Dat meen je niet. Ja. En op dagelijkse basis worden mensenrechten geschonden in de kledingindustrie. Voorbeeld. Voorbeeld. Ja. Nou ja, 99% van de kleding is niet schoon. Dus je kunt er eigenlijk van uitgaan dat bijna alles wat je koopt bijdraagt aan mensenrechten schendingen. Dan heb ik het over werkdagen van 12 of meer uur, dat 6 dagen in de week. Ja. Een loon waarvan ouders hun kind niet naar school kunnen sturen, geen gezonde maaltijd kunnen kopen, geen drinkwater kunnen kopen, geen normaal huis kunnen kopen. Dan slapen we met z'n allen het hele gezin op één kamer. We hebben het over discriminatie, dus schelden op de werkvloer. Zoveel druk dat mensen niet naar het toilet kunnen of niet naar het toilet durven. Mm-hmm. Omdat ze anders de productietargets niet halen en uitgescholden worden. Als consument is het ook lastig om qua kleding goede keuzes te maken. Want dan ga je naar een winkel en je stelt vragen, dan of degene in de winkel weet het niet, of je krijgt een heel mooi marketingverhaal en dan kom je thuis en dan kijk je wel eens op de website, zie je. Maar het is eigenlijk heel anders. Wat wij daarom doen, want als je vraagt wat kunnen we hier dan mee, nou, daarom hebben wij heel veel informatie om consumenten ook je bewust van te maken. En zet je dan ook in als consument. Stel dus toch die vragen, ofwel in de winkel of online. Steeds meer merken doen ook minder collecties, minder vaak, ja, en duurzamer. Ja, oké. Okay. Tenminste, en jullie doen ook maar één collectie per jaar? Nou, niet helemaal. Ik weet winterkleding zomaar is. Ja, dat is een heel moeilijk punt. Ik zit me best zorgen te maken over sale. Ik heb eigenlijk een hekel aan sale. Als je sale hebt, betekent dat je niet goed hebt ingekocht. En dat je dus iets over hebt. Dat je dus minder geld ervoor krijgt. Nou, uiteindelijk moet
de maker er ook minder voor krijgen. Dus ja. Dat systeem dat is een beetje race to the bottom. Dus wij doen het zo min mogelijk. Mm-hmm. Dus zorgvuldig mogelijk inkopen. En ja, mondjesmaat af en toe wat sale, maar liever niet. Ja. Eigenlijk is het echt waanzin dat we toch nog petflessen in de supermarkt hebben liggen waar voorverpakt water in zit. Ja. Want dat betekent dat we 1000 liter kraanwater uit de kraan kunnen krijgen voor 1 euro. Ja. En daar koop je 1 liter water voor in de supermarkt. Ja. Dus je krijgt 1000 keer, zou je diezelfde fles kunnen hervullen voor dezelfde prijs. Ja. Bizar. Want het probleem van veel handelsketens, dat is heel klassiek, is dat ze een soort zandlopermodel kennen. Ja. Heel smal, in het midden, en daar zitten de spelers die de macht over de keten uitoefenen en de toegevoegde waarde naar zich toe trekken. En daar word je erg rijk van. Ja. Nou, als je dat model nou verandert en je gaat meer van de toegevoegde waarde in het land van herkomst laten, ja, dan gaat daar ook meer verdiend worden. Wat is daar moeilijk aan? Want ik kan me voorstellen dat het... anders had iemand het misschien wel bedacht, zeg maar. Want het klinkt namelijk heel logisch. Bij jou maak het ook waar het product binnenkomt. Lekker dicht bij elkaar en daarna gewoon in een container. In ja, het enige wat onze rol is, te bewijzen dat dat kan. Ja. En dat bewijzen we met zo'n curry. Dus eigenlijk wil ik graag gekopieerd worden. Hey. Klaar ook voor honger en dorst, dat is best wel raar. Ja. Als je beseft hoe ver ik in Afrika moet dan gaan. De kids in Afrika, honger uit, ik kan niet aan. Terwijl wij voor water alleen maar lopen naar de kraan. Ik ga naar school en naar de kerk. Zij willen eten, wij willen alleen maar merk. Blij met wat ik heb en blij met wat ik kreeg. Zie je bikken half vol in plaats van half leeg. Hey. Ga niet goed, maar ik moet blijven leven. Ik moet zorgen voor mijn maderen en leven. Ik dank God dat we kunnen blijven leven. Leven, leven. Is het dan niet gewoon mogelijk dat de overheid extra importbelasting, importheffingen neerlegt op vuile katoen? Ja, precies. Afgevuld, ik kom precies op tijd. Ongelooflijk. Moeten we dat niet gewoon gaan doen? Nou, ik had het op mijn briefje staan. Waar wij het grote verschil kunnen maken is in de belastingverdragen met de landen. Dat die gunstiger worden voor de landen daar. Ja. Dat als wij internationale handelsverdragen afsluiten, er is bijvoorbeeld eentje met CETA, dat we dan zeggen dat mag beslist niet ten koste gaan van ontwikkelingslanden. En daar hebben wij ook altijd voor gestreden in de Tweede Kamer. Dus ja, dat doen wij. Wij lopen gewoon tegenaan dat wij in moeten teren vanwege het feit dat we tegenwoordig BTW moeten afdragen. Mevrouw Mulder, ik kan me best voorstellen, aan de ene kant is dat misschien een verstoring van de markt, aan de andere kant soms moet je een duwtje geven, dat je zegt, hier wordt zo dedicated met vrijwilligers, zo die duurzame gedachte neergezet, daar zou je als overheid het beste het een en ander aan kunnen doen. Nou, ik vind het een hele sympathieke gedachte, dus ik denk dat het goed is dat wij dat even verder samen doorspreken. Maar dan moeten jullie wel snel zijn, want ze zijn er nu nog, de wereldwinkel. Ja, een beetje op voorstellen. Van die... Mensen die er nu nog werken, zijn er 8 die vanaf 1992 al bij ons werken. Dus die vieren ook vandaag hun 25 jaar jubileum. Oh. Eind van de middag. Met zo'n zaal vol met mensen, met zoveel enthousiasme. Daar moeten we dankwoorden uitspreken. Dus heel veel dank dat u er bent geweest. Applaus voor uzelf. Ja. We vroegen sprekers en enkele bezoekers om een reactie. Ik vond dat het een dynamische bijeenkomst bijzonder goed georganiseerd. Mooie bijeenkomst. Ja, geweldig als je het voor elkaar krijgt om dit te organiseren. Petje af. Dan kunt u als Kamerlid bijvoorbeeld de BTW op producten verlagen die in de wereldwinkel verkocht worden. Is dat een reële manier van denken of gaan de mensen dan te ver? Nou, ik denk dat dat ons allemaal aan het denken ook zet. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het repareren van je schoenen, dan zit dat in het lage BTW-tarief. En daar zit wel degelijk een heel ideaal motief achter. Dus dat soort zaken, ja, daar moet je het met elkaar over hebben. Wat kan wel en wat kan niet?